Deze video is voor 5 VWO aardrijkskunde uit de methode buitenland van 2018. Mijn naam is Erik Schipper. Ik geef al 12 jaar aardrijkskunde op de Populier, een school in Den Haag. Ik hoop dat deze video jou over de schutting van aardrijkskunde gaat helpen. Hoofdstuk 4. Leefomgeving, stedelijke gebieden. Bij aardrijkskunde hebben we dus 4 hoofdonderwerpen, 4 domeinen: wereld, aarde, gebieden en leefomgeving. Vorig jaar hebben jullie over leefomgeving al gehad, wateroverlast in VWO 4. In VWO 5 staat het tweede onderdeel in het boek op het programma en dat betreft stedelijke gebieden. Nou, dit hoofdstuk gaat in feite over de ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijke gebieden en steden. Bestaat uit 6 paragrafen. Het maakt 1/8 deel uit van het examen wat jullie volgend jaar dan gaan krijgen. Eerst even vooraf een stukje uitleg over de geschiedenis van de groei van de Nederlandse steden. De eerste fase was de urbanisatiefase. Dat vond plaats tussen 1880 en 1960. De bewoners van het platteland trokken naar de stad. Op het platteland was er steeds minder werk door mechanisatie. In de steden ontstond er allerlei industrie, wat dus nieuwe banen schepte voor mensen van het platteland. Steden groeiden dus. De groei vond plaats in verschillende fases. Dat ga ik zo nog even in het kort vertellen. Tussen 1961 en 1990 vond er suburbanisatie plaats. Veel bewoners, zeker jongere gezinnen, verlieten de stad en vestigden zich in dorpjes rondom de stad, wat daardoor groeide. Er ontstonden toen stadsgewesten. De mensen die dus verhuisd waren naar dorpjes rond de stad, die bleven wel werken in de centrale stad. En elke dag pendelden ze dus heen en weer naar de stad. Ook voor allerlei voorzieningen bleven zij dus afhankelijk van de centrale stad. Heel veel van deze stadsgewesten vervlochten zich als het ware en toen kreeg je allerlei stedelijke gebieden in Nederland. Hier zien jullie een beetje een overzicht van de stedelijke gebieden in Nederland. De bekendste is natuurlijk de Randstad. We hebben ook Brabantstad, Arnhem-Nijmegen, Zuid-Limburg, Twente en Groningen-Assen. Al deze urbanisatiefases hadden dus een effect op woningen. Dus nog even in het kort. De eerste urbanisatiefase, de mensen trokken van het platteland naar de stad vanwege het werk. De tweede fase was de suburbanisatiefase. Mensen trokken weer weg uit de stad, bleven wel werken in de stad en reisden dus heen en weer. Na 1990 kwam er een zogenaamd re-urbanisatiebeleid vanuit de overheid. De bedoeling was dat mensen weer zoveel mogelijk in en om de centrale stad gingen wonen. Door de eerste urbanisatiefase zijn er snelle goedkope woningen toen ontstaan die kwalitatief ook slecht waren om in te wonen. De suburbanisatiefase na 1960 zorgt ervoor dat er in de centrale hoofdsteden dat de wijken in verval raakten, want de jongere mensen, de mensen met werk, vertrokken en mensen met minder geld die bleven achter in de stad. De re-urbanisatiefase van 1990 zorgde voor stadsvernieuwing in de centrale stad en zorgde ervoor dat er nieuwe wijken ontstonden aan de rand van de stad. Hier zien jullie nog een keertje een overzicht hoe de stad in de verloop van de geschiedenis sinds de urbanisatie is gegroeid. De Nederlandse steden hadden natuurlijk al een oude binnenstad, wat al honderden jaren oud was. Door de urbanisatiefase vanaf de 19e eeuw ontstonden er zogenaamde arbeiderswijken, de oude woonwijken rond de oude bestaande binnenstad. Deze huizen waren slecht van kwaliteit. In het begin van de 20e eeuw ontstond daardoor een zogenaamde woningwet, dat er meer eisen werd gesteld aan de kwaliteit van de huizen. Toen kreeg je zogenaamde woningwetbouwwoningen rond de jaren 20 en 30. Na de oorlog was er heel veel behoefte aan woningen. Daardoor ontstonden zogenaamde naoorlogse wijken, allerlei flat- en petitwoningen.
In de jaren 70 en 80 hadden de mensen weer meer behoefte aan laagbouw. Die wilden niet meer in hogere flats wonen en wat meer ruimte en tuintjes. En dan na de jaren 90, de zogenaamde reurbanisatiefase, moderne nieuwbouwwijken rondom de grote steden. Even verduidelijken met een paar foto's van Den Haag. De oude binnenstad, smalle, kronkelige straatjes. Daarna ontstonden de zogenaamde arbeiderswijken, vaak rond het station, wat door de opkomst van de spoorwegen in de 19e eeuw ontstond. Den Haag, denk je aan bijvoorbeeld de Schilderswijk, dus de wijken rondom stations. Daarna, door de nieuwe woningwet begin 20e eeuw, kregen we zogenaamde woningwetwoningen. Voor Den Haag denk je aan de vruchtenbuurt, de bomenbuurt. Dus er werden meer eisen gesteld aan de kwaliteit van woningen. Meer ramen voor en achter die open konden. Riolering en drinkwatervoorzieningen. Wat voorheen niet vanzelfsprekend was. Door de oorlog waren er veel huizen gebombardeerd, dus er was een woningnood. Daardoor ontstonden de zogenaamde naoorlogse woningen, hoogbouw, flats, petitwoningen. Rond de jaren 70, 80 kwam er ook steeds meer behoefte aan woningen met tuintjes, lagere woningen. Mensen wilden niet meer in flats wonen, denk aan wijken als Houtwijk in Den Haag. En dan na de jaren 90, de reurbanisatiefase, kreeg je de zogenaamde Finex-wijken rond de grote steden. Alle veranderingen in de loop van de jaren in de buurten worden sommige als gunstig en sommige natuurlijk als niet gunstig ervaren. Zorg dat je de begrippen hier uit de introductie van bladzijde 96 kent. Deze begrippen komen later, in de komende paragrafen, ook nog wat terug. Compacte stad, dat is het beleid van ongeveer na de jaren 90, dat er bij de stadsvernieuwing alle open plekken en gaten in de stad, in de wijken, zo goed mogelijk werden benut. Een netwerkstad, dat is een stadswest, zeg maar, een centrale stad met allerlei kleinere stadjes eromheen, waar die dan voor heel veel voorzieningen zijn aangewezen op de centrale stad. Dus dat, ja, daardoor worden er heel veel contacten onderhouden in dit gebied. Renovatie betekent het opknappen van oude huizen. Ruimtelijke schaalniveaus. Dus eigenlijk de grootte, de omvang van een gebied waar bijvoorbeeld een bepaald vraagstuk zich afspeelt. Bijvoorbeeld, je denkt aan een buurt of groter een wijk of een hele gemeente of een hele stadsgewest of een hele regio of land. Sanering, dat houdt in dat gebouwen worden afgebroken. Bijvoorbeeld dat hele wijken worden vervangen door nieuwbouw. Segregatie. Dat betekent dat verschillende bevolkingsgroepen gescheiden wonen in een stad. Sociale ongelijkheid betekent grote verschillen in welvaart en daardoor ook in ontwikkelingskansen tussen verschillende groepen van de bevolking. Stadsgewest is dus een gebied waarin de stad en de regio omheen, zeg maar met kleinere stadjes en dorpen, met elkaar verbonden zijn voor werk. En ook voor het gebruik van voorzieningen. Veelal wordt er ook met elkaar samengewerkt. Suburbanisatie is dus het proces waarbij mensen, wat ik al eerder zei, maar ook bedrijven, de stad verlieten en naar het omringende gebied trokken rond de centrale stad. Woningdichtheid betekent het aantal woningen per hectare. Hoofdstuk 4, paragraaf 1, de Randstad en de rest. Dit is de samenvatting. Om te beginnen even een krantenartikel over de Randstad, waarin bepleit wordt dat de Randstad zich moet gaan gedragen als een grote metropool, om zo te kunnen concurreren met andere steden als Parijs, Londen en Berlijn. Stedelijk netwerk, wat is het eigenlijk? Eigenlijk een gebied, allerlei steden die met elkaar samenwerken. Is de Randstad een metropool? Wat is eigenlijk een metropool? Een metropool is een grote wereldstad, een stedelijk gebied, met eigenlijk allerlei
grootstedelijke functies. Allerlei activiteiten die bij een grote stedelijk gebied hoort. Zoals bedrijvigheid, allerlei bedrijven die aanwezig zijn. Een openbaar bestuur. Je vindt daar allerlei soorten kennis. Cultureel gebied heeft veel te betekenen. En er is ook gezorgd voor recreatie. Waar de bevolking, maar ook de hele wijde omgeving, kan dus gebruik maken van deze genoemde grootstedelijke functies. Hierdoor is zo'n gebied ook economisch sterk. De Randstad met 7 miljoen inwoners is daardoor de vierde grootste metropool in Europa. Het ligt heel erg gunstig. De liggingen aan zee maken het heel erg gunstig. Het ligt eigenlijk ook in het economische hart, in het economische kerngebied van Europa. Het ligt dus in de buurt van allerlei afzetmarkten. Het heeft ook veel internationale verbindingen. En ook de grootstedelijke functies, zoals bedrijven, openbaar bestuur, kennis, cultuur, recreatie, is aanwezig. De Randstad heeft 2 intercontinentale transportknooppunten, oftewel mainports. Rotterdamse haven en Schiphol. Vanuit de Rotterdamse haven vindt er een distributie van allerlei goederen plaats. Vanuit Schiphol passagiers landen en weer doorreizen. Zijn allebei van grote economische betekenis. Ook deze 2 grote mainports zijn aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor allerlei bedrijven en instellingen. Dat zorgt voor een sterke concurrentiepositie als je het gaat vergelijken met andere Europese stedelijke regio's. De ruimtelijke opbouw van de Randstad. We hebben eerst de Noordvleugel. Dat is een gedeelte van Amsterdam en de zone rond Utrecht. Dit is het economisch sterkste gedeelte van de Randstad. Vele internationale bedrijven hebben zich in de buurt van Amsterdam en Schiphol gevestigd, waardoor dit gebied dus economisch heel erg sterk is geworden door alle creatieve en innovatieve bedrijvigheid. Dan hebben we de Zuidvleugel, het gedeelte Den Haag-Rotterdam, economisch minder sterk dan de Noordvleugel. Ondanks de mainport daar voor Rotterdam, de grootste haven in Europa, de chemische industrie en allerlei andere soorten industrie in de buurt van Rotterdam. En alle logistiek wat gegenereerd wordt, het verspreiden van alle goederen naar het achterland van Europa, heeft dit gebied dus toch een minder economisch toegevoegde waarde dan de Noordvleugel. Dan hebben we verder het gebied ertussenin, het zogenaamde Groene Hart, een agrarisch gebied, landelijk uiterlijk. Ook belangrijk eigenlijk als recreatiegebied voor de Noord- en Zuidvleugel. Anderzijds is het ook wel weer een belemmering voor de ontwikkeling van het sterk verstedelijke gebied. De overheid doet dit bewust. Maar aangezien in Nederland en ook de Randstad nog sterk aan het groeien is en er een sterke behoefte is aan woningen, rijst vaak nog de vraag van waarom kunnen we dit gebied ook niet verder ontwikkelen voor huizenbouw. Een politieke vraagstuk. Willen we het Groene Hart opofferen zodat er meer woningen kunnen komen voor de toekomstige groei van de Randstad, van het aantal inwoners in Nederland? Dus de bevolking van de Randstad zal toenemen, maar is afhankelijk van de woningbouw. In ieder geval, de steden in de Randstad raken steeds meer met elkaar verbonden. Bedrijven willen zich graag vestigen in een gebied zoals de Randstad. Internationale ondernemingen die zoeken de beste plekken op. En dit is een gebied waar veel hoogopgeleide mensen zijn. Is goed bereikbaar, denk aan Schiphol. En er is ook een goede infrastructuur en hoogwaardige internetverbindingen. Uiteraard leidt dit dus tot de genoemde metropoolvorming. Vooral
Amsterdam is heel erg aantrekkelijk om daar te wonen, ook vanwege allerlei culturele voorzieningen en natuurlijk ook de natuur wat dichtbij is. Het nadeel is natuurlijk, de huizenprijzen stijgen daardoor gigantisch. En daardoor moeten heel veel mensen uitwijken. Bijvoorbeeld Almere is een gebied geweest waar veel Amsterdammers naartoe zijn getrokken. En ook het Haarlemmermeergebied. Al met al, er is een concentratie, intensivering van het ruimtegebruik. In Amsterdam, waar vooral is de metropoolvorming gefocust op het gebied rond Schiphol en de zogenaamde Zuidas. Dus zeg maar het gebied onder Amsterdam. De Randstad is dus heel erg populair om te wonen en te werken. Dat gaat ten koste zeg maar, van de randen van Nederland, de plattelandsgebieden. Daar treedt bevolkingskrimp op. Vooral de jongeren trekken naar de Randstad eerst voor een opleiding en veelal blijven ze daar dan ook wonen vanwege het werk. Dus in de randen van Nederland, deze blauwe gebieden, vindt er dus bevolkingskrimp plaats. Dus leegstand van huizen en ook vergrijzing. De oudere mensen blijven dan achter. Dat betekent ook het vertrek van allerlei voorzieningen en bedrijven voor deze gebieden. Hoofdstuk 4, paragraaf 2. Ruimtelijke ordening in Nederland. Dit is de samenvatting. Ruimtelijke ordening is dus dat allerlei wetten en regels zijn die bepalen hoe wij onze ruimte gebruiken. In Nederland is er best wel een traagheid om het een en ander voor elkaar te krijgen. De traagheid wordt eigenlijk veroorzaakt door de overlegcultuur. Er moet eerst heel veel eisen worden voldaan en vergunningen worden geregeld voordat er wat gebouwd kan worden. Misschien heeft het ook wat voordeel dat daardoor allerlei blunders in ruimtelijke ordening eigenlijk bij ons niet zo snel zullen voorkomen. Hoe gaat in Nederland er in de toekomst uitzien? In ieder geval, de voorspelling is dat we naar de 20 miljoen inwoners gaan. Eigenlijk ontkomen we niet aan dat we meer de hoogte in moeten voor de nieuwe huizen. Het ruimtelijk beleid, hoe we Nederland gaan inrichten, vergt natuurlijk wel een lange termijn planning. Deze lange termijn planning staat vast in de zogenaamde structuurvisie 2040. Wat is de ambitie van structuurvisie voor 2040? De uitgangspunten zijn dat de Randstad internationaal aan de top moet staan. Dat betekent concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De doelen voor het ruimtelijke beleid zijn dus een sterke en duurzame economie, waarin bereikbaarheid over de weg en openbaar vervoer belangrijk zijn. Ook als tweede zorgen voor voldoende werk en welvaart om dus sociale en allerlei andere voorzieningen te kunnen dragen, te kunnen betalen. Derde is dat er veel verschillende en ook aantrekkelijke woonomgevingen ontstaan, dus dat voldoende keuze is, en met groen en water voor recreatie. Ook veiligheid staat voorop voor de zogenaamde klimaatveranderingen. Wat zorgt voor zwaardere regenbuien en drogere periodes. Er valt een sterke concurrentiepositie van de Randstad. Het is natuurlijk niet alleen belangrijk dat we kijken naar productie, economie en een veilige aantrekkelijke woonomgeving. We moeten ook niet vergeten dat er een mooi en cultuurhistorisch interessant plattelandgebied is. Wat een groot pluspunt is ten opzichte van andere stedelijke regio's in Europa. Zoals al eerder gezegd, ruimtelijke ordening zijn alle regels die er zijn, afspraken die er zijn over de inrichting van de ruimte hier in Nederland.
Al die regels worden per sector vastgelegd. We noemen dit sectoraal beleid. Al deze sectordelen worden dus door betreffende ministeries vastgesteld, geleid. Nou, je denkt bijvoorbeeld aan sectoren als landbouw, woningbouw, industrie en infrastructuur. Al deze sectoren en ministeries zorgen natuurlijk ook voor een trage besluitvorming, omdat er veel overlegd moet worden. En conflicten tussen natuur, landbouw, woningbouw, havenactiviteiten moeten vermeden worden. Daardoor zijn er veel wetten, algemene maatregelen van bestuur en allerlei ministeriële regelingen waaraan gedacht moet worden. Eigenlijk een bestuurlijke spaghetti, oftewel trage besluitvorming. Bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg kost gemiddeld 14 jaar voordat er eigenlijk echt aan de slag wordt gegaan. Bijvoorbeeld in dit plaatje zien we de Betuwelijn, een goederenspoorlijn van de Rotterdamse haven richting Duitsland. Dit heeft jaren geduurd voordat het gerealiseerd werd. En de vraag is, wordt dit ook nog wel eens rendabel? Dus al deze nadelen van sectoraal beleid als trage besluitvorming, allerlei conflicten tussen woningbouw, verkeer, landschap en infrastructuur, heeft ervoor gezorgd dat er vanaf 2018 een zogenaamde omgevingswet in werking is getreden. Wat ervoor moet zorgen dat besluitvorming over de ruimte eenvoudiger en sneller wordt gemaakt. Dus de omgevingswet van 2018 vervangt veel oude bestaande regelingen. Het woonbeleid. De ruimtelijke ordening heeft in de vorige eeuw twee tegengestelde uitgangspunten gekend. Vanaf 1960 een spreidingsbeleid, vanaf 1990 een concentratiebeleid. Op deze kaart zien jullie een voorbeeld van spreidingsbeleid. Wat was de reden voor het spreidingsbeleid vanaf 1960? In veel steden, grootste kernsteden, was het niet prettig meer wonen. Het beleid was om de mensen meer, zeg maar, buiten de Randstad te verspreiden. Mensen werden gelokt naar kleine groeisteden rondom de centrale steden. Vooral de welvarende gezinnen trokken toen massaal weg uit de stad. Zij konden zich veroorloven om de huizen te betrekken, de nieuwbouwhuizen, in de groeisteden rondom de centrale stad. Dit was de fase van suburbanisatie, dus trek uit de stad. Mensen verhuisden naar ruimere en groenere woningen buiten de stad. Ook bedrijven verlieten toen de centrale stad. Dit werd veelal ook gelokt met allerlei belastingvoordelen. De overheid wees dus allerlei zogenaamde groeikernen aan. Bijvoorbeeld voor Den Haag was dit Zoetermeer. Kleine dorpjes en stadjes rond de stad groeiden uit door nieuwbouw. Het gevolg was dagelijks files, want mensen die bleven wel werken in de centrale stad. Ook kreeg je een verarming van de centrale stad, omdat veelal mensen met weinig geld achterbleven. En wat natuurlijk ook weer, zeg maar, de draagvlak van allerlei voorzieningen in de centrale stad aantastte. Na 1990 veranderde dit beleid en kregen we het zogenaamde concentratiebeleid. Het standpunt was meer economische doelmatigheid en weer meer aandacht voor de Randstad en vooral de centrale steden hierbinnen. De bedoeling was dat mensen veel meer in en om de grote centrale steden gingen wonen. We kregen een zogenaamd compact stadsbeleid. Alle hoekjes en gaatjes in de stad werden goed benut, zeg maar voormalige bedrijfsterreinen of oude ziekenhuisterreinen werden volgebouwd. Ook kwam er een stedelijke herstructurering. Veel huizen in veel wijken werden vervangen door nieuwbouw of huizen werden gesaneerd. Dus de stad moest weer aantrekkelijk worden om te wonen. Ook kreeg je zogenaamde Finex-locaties, dus nieuwbouwwijken rond de centrale steden.
fitnesslocaties, dus aan de rand van de stad, die met de fiets en openbaar vervoer goed bereikbaar was voor het werk. Ja, dat was wel de bedoeling, maar helaas, de auto bleef toch onmisbaar voor de zogenaamde Phoenix-locaties. Hoofdstuk 4, paragraaf 3. Hoe functioneert een stad? Jongeren willen tegenwoordig weer in de stad wonen. Waarom? Er is daar een pauwsfeer, je kan er goed uitgaan. Er zijn goede opleidingen in de stad aanwezig, er is ook werk aanwezig, je kan winkelen en wat ook belangrijk is, goede wifi-verbindingen. Dit is de samenvatting. Dus uitgaansleven, opleiding, banen, winkelen en wifi zijn de aantrekkelijke dingen voor de stad, voor jonge mensen. Maar meer carrière mogelijkheden en een hoger voorzieningsniveau in de stad is niet alleen aantrekkelijk voor jongeren, ook voor bedrijven is dit aantrekkelijk. Deze hele fase van re-urbanisatie terug naar de stad vanaf 1990, eigenlijk biedt deze concentratie van mensen en bedrijven veel voordelen. We noemen dit agglomeratievoordelen. Het woordje agglomeratie ken je misschien nog wel van de onderbouw. Dat betekent een stad met daaraan vastgegroeide randgemeenten. Vaak is het efficiënter, handiger om dicht bij elkaar te zitten. Zorg voor meer productiviteit, meer innovatie, meer creativiteit. En het werkt allemaal efficiënter. Je kan makkelijk allerlei informatie en diensten en goederen met elkaar uitwisselen. De leveranciers zitten dichter op elkaar. Je hebt voldoende werknemers, ook goed geschoolde werknemers in de buurt. Bedrijven die in één gebouw zitten, die kunnen bijvoorbeeld de kosten van de beveiliging of een parkeergarage delen als agglomeratievoordeel. Uiteraard zijn er ook wel nadelen. Vaak zit je dan ook op de duurdere locaties. Dan ontstaat er eigenlijk een vraag. Vanaf welke omvang zijn de agglomeratievoordelen maximaal? Als er bijvoorbeeld 2 miljoen inwoners in één sterke stad zitten, dan is een stad het aantrekkelijkst voor de Europese top van artsen, bankiers, technici en allerlei kunstenaars. Bijvoorbeeld Amsterdam, de rest van Nederland kan hier dan mooi op meeliften. Verder zorgt dat er een goede samenwerking is tussen allerlei grote en middelgrote steden, zodat we elkaar goed kunnen aanvullen en zorgen ook dat we goed verbonden zijn, zodat eigenlijk heel Nederland als het ware één grote stad wordt. Buitenland zien ze eigenlijk Nederland al als één grote stad. Kennis en creativiteit in de stad. Tussen 1975 en 1990 ging het door de suburbanisatie, dus door de trek uit de stad, het eigenlijk economisch slecht met de grote steden. Want de koopkrachtige bevolking was gesuburbaniseerd. Er was dus veel leegloop, veel werkloosheid, geringe belastinginkomsten in de grote steden. Na 1990 ging het weer helemaal veranderen door het nieuwe beleid van de regering. Het zogenaamde concentratiebeleid, maar ook doordat Nederland meer een kennis-economie werd. We hebben gezien dat fabrieken, bedrijvigheid, waarbij je veel laaggeschoolde mensen nodig hebt, zijn verdwenen naar lage loonlanden. Daardoor werd ons land dus meer een land van kennis-economie. Economie waar dus nieuwe technologie en nieuwe producten worden bedacht. Het draait dus om innovatie. Allerlei producten en diensten moeten constant vernieuwd worden en verbeterd worden. Daarvoor heb je mensen nodig als technici, adviseurs, juristen, bankiers. Eigenlijk kan je zeggen, de kenniseconomie leunt dus sterk op zakelijke dienstverlening. Dus dienstverlening gericht om op geld te verdienen, gericht op overheid en bedrijven. We denken grote bedrijven, grote banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen met kantoren, met duizenden medewerkers. Vaak op locaties buiten, dus net buiten de stad, maar goed bereikbaar. Is in de buurt van een station of bij een aansluiting, een knooppunt van snelwegen.
Maar ook veel van deze bedrijven in de zakelijke dienstverlening kunnen ook klein zijn, zijn ook dan klein. Zijn niet alleen altijd maar hele grote bedrijven, bijvoorbeeld bedrijven met minder dan 10 werknemers. Het gaat vooral om de brains, het werken met je hoofd. Je zit van achter een computer, een stuk soort kleine bedrijven, zakelijke dienstverleningen. Die hebben niet veel ruimte nodig en die passen dan weer juist weer goed in de stad. Dus grote zakelijke dienstverleningen aan de rand van de stad op goede locaties, grote gebouwen en kleine bedrijven met weinig mensen in dienst en gefocust in de stad. Stadsbesturen willen natuurlijk graag zulke soort bedrijven aantrekken. Dat is natuurlijk goed voor de economie van de stad. Hoe doen ze dat? Bijvoorbeeld door het bouwen van zogenaamde scienceparken. Scienceparken vind je vooral in de buurt van universiteiten en hogescholen, waar veel kennis en innovatie en ontwikkeling aanwezig is. Allerlei bedrijven vestigen zich rond zo'n gebied. Het voorbeeld is bijvoorbeeld de Hightech Campus in Eindhoven. Steden willen natuurlijk graag deze creatievelingen aantrekken. Dat is goed voor de werkgelegenheid en belastingopbrengsten. Dus naast scienceparken bieden zij dus ook plaats aan veelal deze kleine bedrijven. Bijvoorbeeld oude loodsen, oude industriegebouwen of oude kerken, havengebieden zijn vaak aantrekkelijk voor deze bedrijfjes. De allerlei start-ups, kleine bedrijfjes die nog niet goed lopen, die zoeken natuurlijk een niet te dure locatie om zich te kunnen vestigen. Dit zijn dus de zogenaamde broedplaatsen. Scienceparken zijn met broedplaatsen belangrijk voor de economie van de stad. Want deze creatievelingen, vaak natuurlijk hoog opgeleid, maken daardoor gebruik van veel stedelijke voorzieningen. En daardoor wordt de stad steeds aantrekkelijker om te wonen en ook voor bedrijven om zich daar te vestigen. Hier een voorbeeld van een artikel van een broedplaats. Oude Fruithaven in Rotterdam is omgevormd tot een plek voor creatieve ondernemers. Bestuur en beleid. Plannen voor de toekomst is lastig omdat er snelle veranderingen zijn in techniek, de economie en ook in de politiek. We hebben eigenlijk twee partijen, de overheid, de publieke sector, behartigt eigenlijk de belangen van het publiek. Denk aan de zorg, zorgen voor de zwakkeren, zorgen dat er voldoende werkgelegenheid is, zorgen voor woningbouw en het milieu. Dan hebben we ook het bedrijfsleven, de private sector. Het bedrijfsleven is uit op winst. Eigenlijk kan je zeggen dat de publieke en private partijen, de overheid en het bedrijfsleven, twee verschillende belangen hebben. Eigenlijk kunnen deze twee partijen ook wel goed samenwerken. We noemen dit publiek-private samenwerking. En de publieke sector, de overheid, behartigt de belangen van ons allemaal. De private sector levert vaak dan het geld en heeft ook vaak specialistische kennis in huis. Als je deze twee met elkaar combineert, dan krijg je een zogenaamde PPS, oftewel publiek-private samenwerking. Bedrijven zorgen voor het geld, voor de kennis en de overheid zorgt ervoor dat vergunningen soepeltjes en snel afgegeven wordt. Want bedrijven willen natuurlijk allerlei nieuwbouwprojecten zo snel mogelijk gerealiseerd krijgen, zodat er geld verdiend kan worden. Bijvoorbeeld de Zuidas onder Amsterdam is een gebied waar veel grote multinationals zitten. Het wordt doorkruist door de snelweg, de A4. En het idee is om de snelweg en de spoorlijn die daar te loop ondergrond te maken, zodat dan de ruimte die daarboven vrijkomt benut kan worden, meer groen en allerlei andere gebouwen. Nu wordt de Zuidas eigenlijk als het ware in twee gesplitst door de snelweg en daardoor wordt het weer één geheel. Een heel groot project wat heel veel geld gaat kosten, kan door middel van deze publieke-private samenwerking gerealiseerd worden. In theorie klinkt het heel erg goed, de praktijk is echter weerbarstiger.
ook stedelijke samenwerking vereist natuurlijk veel bestuurlijke samenwerking, wat natuurlijk ook over de grenzen van de stad heen gaat. Er zijn meerdere partijen betrokken. In Nederland heb je bijvoorbeeld 22 stadsgewesten. In zo'n stadsgewest heb je dus meerdere steden zitten. Nu rijst de vraag, waarom bepaalt dan een stadsgewest het aantal nieuwe bouwwoningen en niet de gemeente in zo'n stadsgewest? Hier wordt als voorbeeld Amersfoort aangekaart. Het gebied moet regionaal met elkaar samenwerken, want het gebied is eigenlijk van elkaar afhankelijk. Bijvoorbeeld voor werk, mensen reizen heen en weer voor werk. Ook voor voorzieningen, voor de winkels, voor ziekenhuizen, voor opleidingen, voor recreatiemogelijkheden. En dus de voorzieningen reiken eigenlijk verder dan de gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk dat er dus een regionale samenwerking is. Gemeentes moeten dus allerlei zaken met elkaar afstemmen. Als je bijvoorbeeld een nieuwe openbaar vervoerverbinding wil maken, dat gaat natuurlijk verder dan de gemeentegrenzen, dan moet je bijvoorbeeld zaken goed met elkaar afstemmen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Randstadrail. Er is een goede verbinding ontstaan tussen Den Haag en Rotterdam. De gemeente Den Haag en Rotterdam hebben dus goed met elkaar samengewerkt om dit te realiseren. Zoals ik al zei, er zijn dus meerdere partijen die met elkaar overleggen. Vergeet ook niet dat er allerlei kennisinstituten betrokken zijn, bijvoorbeeld universiteiten, maar ook maatschappelijke organisaties en natuurlijk ook burgers. Overleg met burgers is belangrijk en voor voldoende draagvlak voor allerlei plannen. Hoofdstuk 4, paragraaf 4, de stad van de toekomst. Nieuwe technologieën zorgen voor allerlei innovaties in de stad. Dit is de samenvatting. De stad groeit, we moeten eraan wennen. De stad de plaats voor creatieve bedrijven. Innovatieve bedrijven en stimuleren de economie. Creatieve mensen geven veel geld uit, goed voor de stedelijke voorzieningen. En allerlei bedrijven profiteren van de sfeer. We hebben het gezien, broedplaatsen, plekken met een lage huurprijs, goede infrastructuur, de aanwezigheid, voormalige bedrijfsterreinen bijvoorbeeld, voor startende bedrijven en scienceparken, natuurlijk hoog duurdere locaties, goede digitale verbindingen zijn daar aanwezig, vaak in de buurt van de universiteiten. De wereld, de stad, alles wordt steeds digitaler. Er ontstaan zogenaamde smart cities, digitale technologie, dat gebruikt wordt voor de stad. Waar denken we dan allemaal aan? Smart parking, smart buildings, veiligheid, energie. Hoe zit het met de waterkwaliteit, de luchtkwaliteit, het internet, slimme verlichting, elektrische voertuigen. Hoe gaan we om met ons afval, met de gezondheidszorg? De stad van de toekomst. Gaan we meer dingen met elkaar delen, zoals auto's, wegens het gebrek aan ruimte. De slimme stad, de lantaarnpaal die pas gaat branden als je er voorbij loopt. De afvalcontainer die weet wat er gestort wordt, hoeveel er gestort wordt. De slimme stad rukt op door moderne technologie. Zijn er ook risico's? Laten we eerst even kijken naar duurzaamheid, sustainable city. Duurzame steden moeten dus energie-neutraal zijn en moeten het afval recyclen. Waar kunnen we allemaal denken? Het isolatie van gebouwen, gebruik van duurzame energiebronnen, gebouwen die flexibel ingericht kunnen worden, zodat ze voor meer doelen gebruikt kunnen worden. Denk ook aan stadstuinen, bijvoorbeeld bovenop een dak. Er moet ook een efficiënt en schoon vervoer zijn. En ook aandacht voor het nieuwe werken. Bijvoorbeeld dat de mensen van huis uit ook kunnen werken. Dat je niet speciaal naar het kantoor moet. Want veel werk achter de computer kan ook gewoon thuis gebeuren. Het voordeel is natuurlijk minder files, minder vervoer. Om dit alles te realiseren is het handig om gebruik te maken van de digitale technologie.
zogenaamde smart cities. Er is veel data aanwezig. Gemeentelijke overheden worden ook steeds meer digitaal toegankelijk. Veel zaken kan je gewoon achter je computer thuis regelen. Bijvoorbeeld de aanvraag van je rijbewijs, paspoort. Er is dus veel data aanwezig, veel statistische gegevens over allerlei informatie in de stad, zogenaamde open data. Er is ook veel gegevens aanwezig, bijvoorbeeld door mobiels, door bewakingscamera's, de big data. Bijvoorbeeld bij Google Maps, als je het laagje verkeer aanzet, kan je heel goed zien waar druk is op de weg en waar het rustig is, te willen van de rode en groene lijnen. Alle mensen met een mobiel, alle gegevens worden constant verzameld en dat wordt dan weergegeven in een drukte op de weg. Smart cities denken we ook aan internetwinkels en allerlei apps die gebruikt kunnen worden, zoals R&B bijvoorbeeld, om bij particulieren thuis te kunnen overnachten in plaats van hotels en zorgen voor veel efficiëntie. Uiteraard, hotels en winkels kunnen door R&B en internetwinkels weer last hebben. Ik bedoel dus fysieke winkels. In ieder geval, duurzaamheid kan niet zonder digitale technologie en computers en het internet. En de overgang naar duurzaamheid is niet makkelijk. Veelal kost het veel geld. Het aanpassen van het systeem kost natuurlijk ook tijd. Er zijn natuurlijk ook partijen die kwetsbaar zijn, omdat zij niet meedoen aan digitalisering. Denk aan ouderen en armeren of mensen die dan wat minder begaafd zijn. Zij profiteren niet mee. En hoe zit het met de privacy? Stedelijke vernieuwing. De periode van urbanisatie, zeg maar op 1900 tot 1960, is zeg maar bij de havens in de steden, bij de buurt van stations en spoorwegen, allerlei bedrijventerreinen aangelegd, dus aan de rand en in de stad. Ja, er is natuurlijk veel veranderd. Veel maakindustrie is weggetrokken naar lage lonenlanden. Vaak mooie monumentale gebouwen. Die krijgen dus nieuwe functies. Bijvoorbeeld voor het uitgaansleven en voor zogenaamde creatieve bedrijven. Denk aan de broedplaatsen van vorige paragraaf. In ieder geval de periode van leegstand en verloedering waren er nog zaken wat speelden. Je kreeg ook steeds meer treinreizigers, studenten die in de steden gingen studeren. Forense mensen die heen en weer reizen, dus hier werk en huis. Veel 65-plussers die op reis gingen. Het treinverkeer nam toe, ook stations moesten worden aangepast. En de stad werd steeds populairder om in te wonen, want in de stad gebeurt het allemaal en was ook een tekort aan woonruimte. Dus veel van deze oude haven en industrie en stationsgebieden kregen dus met allerlei nieuwe ontwikkelingen te maken. Grote vernieuwingen. Er kwam dus meer verdichting. Eigenlijk gingen we meer de hoogte in met nieuwbouw. Dus meer vierkante meters vloeroppervlak per hectare. En ook transformatie. En dus gebieden kregen een nieuwe functie. En oude industriegebieden, havengebieden werden opnieuw ingericht, bijvoorbeeld voor wonen, werken en recreatie. Ook deze oude monumentale gebouwen, deze karakteristieke gebouwen, oud-industrieel erfgoed, werd veel opgeknapt, gerenoveerd. En al deze veranderingen stimuleren natuurlijk goed de stedelijke economie. Heel veel delen in de stad werden beter met elkaar verbonden. Er ontstonden allerlei knooppunten voor bedrijven en inwoners waar ze zich graag vestigden. Nou, deze ontwikkeling van creatieve steden zorgde voor heel veel ICT'ers en mensen, dus zoals ik al eerder zei, in creatieve en high-tech beroepen. Wie profiteren daarvan? Vooral de hoogopgeleide werknemers. Daardoor ontstond daar sociale ongelijkheid, dus negatieve gevolgen. Je kreeg een duale arbeidsmarkt.
de kenniseconomie met vraag naar hoogopgeleide specialisten. Zoals jullie weten, door globalisering is er veel werk van laag opgeleide verdwenen naar lage loonlanden. Of wordt ook overgenomen door mensen uit Oost-Europa. En door de open grenzen van de EU. Ook hebben robots en computers veel werk overgenomen van laag opgeleide mensen. Denk aan administratie. En daardoor is er een duale arbeidsmarkt ontstaan. Er is eigenlijk een verschil in werk en inkomen ontstaan en daardoor ook levensomstandigheden tussen hoog en laag opgeleiden. Er is dus meer vraag naar hoogopgeleide mensen in de kenniseconomie van Nederland. En daardoor ontstaat er dan ook weer sociale ongelijkheid. En met een hoog inkomen kan je dan op de mooiere plekken wonen in de stad. De lagere inkomens hebben natuurlijk minder keuze. Waartoe leidt het in de steden? Ruimtelijke segregatie van inkomensgroepen. Dus je hebt wijken met goedkope woningen en weinig voorzieningen. En je hebt wijken met dure woningen. Dus ruimtelijke segregatie is gescheiden wonen van verschillen van mensen uit verschillende inkomensgroepen. Veelal is er ook een samenhang met inkomen en etniciteit. En daardoor ook ruimtelijke segregatie. De vraag is natuurlijk, kan en moet de stad woonruimte aanbieden aan de lagere inkomensgroepen? En zodat de stad ook aantrekkelijk blijft voor de minder draagkrachtige inwoners. En door middel van huursubsidies en sociale woningbouw proberen we in Nederland de segregatie minder omvangrijk te houden dan bijvoorbeeld het buitenland als de Verenigde Staten. Het streven is op 30% sociale woningbouw, dus woningen, huurwoningen geschikt voor de lagere inkomensgroepen. Bij dit hele verhaal van sociale ongelijkheid wil ik eigenlijk ook even een nuance aangeven. De meeste mensen kiezen dus voor het werken met hun brains, naar achter een computer. En daardoor is er eigenlijk ook een gebrek ontstaan aan mensen die nog met de handen kunnen werken, vakmensen. Tegenwoordig praten we eigenlijk liever meer over theoretisch opgeleid en praktisch opgeleid. Want zonder praktisch opgeleide mensen staat ook de economie van Nederland op een gegeven moment stil. Je kan bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid wel willen dat er overal zonnepanelen komen, maar er moeten natuurlijk ook mensen zijn die deze technieken kunnen installeren. Hoofdstuk 4, paragraaf 5, buurtprofiel. Dit is de samenvatting. Een stad bestaat uit woonwijken en een woonwijken bestaat vaak weer uit buurten. Eigenlijk een gebied, een buurt is een gebied binnen een woonwijk met dezelfde soort woningen. En een buurt heeft ook vaak een eigen bepaalde sfeer. Nou, allerlei beslissingen wat door een stadsbestuur genomen moet worden, kost natuurlijk geld, veel geld. Bijvoorbeeld als je een buurt wil verbeteren. En door middel van een buurtprofiel, dus allerlei gegevens, of wil het stadsbestuur daarmee een beslissing nemen. Nou, hoe komen ze aan deze gegevens? Bijvoorbeeld gegevens van de politie over veiligheid, gegevens van scholen, gegevens van welzijnswerkers en woningcorporaties. Woningcorporaties zijn eigenlijk verenigingen die ervoor moeten zorgen dat er voldoende sociale woningen aanwezig zijn. Nou, zo'n buurtprofiel, beslissingen die genomen moeten worden. Er moet eerst dus een profiel gemaakt worden. Het bestaat uit drie dingen. Je kan kijken naar de woningen. Bijvoorbeeld de ouderdom. Zijn het koop- of huurwoningen, dus eigendom? Wat voor soort woningen zijn het? Woningtype, vrijstaand, boutique woningen. En hoe is het? Hoe is de staat van onderhoud? Dat is één. Het tweede waar je naar kan kijken zijn naar de bewoners. De grootte van de huishouden, alleenstaande, kleine, grote gezinnen, etniciteit, dus afkomst, inkomen. De gezinsfase, dus mensen die nog net in de kinderen zitten, of mensen waar de kinderen al het huis uit zijn, of ouderen.
Dan komen we bij de leeftijd, jong-oud. Derde kenmerk is de woonomgeving. Nou, in deze paragraaf 5, gaan we alleen naar de woningkenmerken, bewonerskenmerken kijken. En het derde onderdeel van het buurtprofiel, de woonomgeving, dat wordt in de laatste paragraaf 6 besproken. Als de gemeente dus een buurtprofiel heeft gemaakt, kan dit gunstig of ongunstig zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar het gemiddelde van de hele gemeente of de wijk. Vaak ervaart de buurtbewoners hun buurt misschien niet zo negatief als de gemeente dit weergeeft aan de hand van hun buurtprofiel. Vaak zijn de mensen misschien gehecht aan de buurt en vinden ze eigenlijk dat hun buurt bijvoorbeeld helemaal niet zo slecht afsteekt als de gemeente het dan voorhoudt. Soms kan je pas afvragen, luistert de gemeente vaak wel naar de bewoners? Veelal wordt zo'n buurtprofiel anders weergegeven dan de bewoners ervaren, vaak ook omdat de gemeente bijvoorbeeld een bepaald beleid wil doordrukken. En daardoor komt zo'n buurtprofiel niet overeen met hoe de bewoners dit ervaren. De samenstelling van de woningvoorraad. Zoals ik al eerder zei in dit hoofdstuk, in de 19e eeuw, begin 20e eeuw, zijn er veel goedkope woningen gebouwd voor arbeiders. De woningwet heeft het een en ander veranderd na 1901. Er werden veel meer eisen gesteld aan nieuwe woningen. Er zijn in deze periode toen ook zogenaamde woningbouwverenigingen ontstaan, oftewel corporaties. De taak van zo'n woningbouwvereniging of corporatie is ervoor te zorgen dat er goede sociale woningbouw aanwezig is. Hier zie je zo'n voorbeeld van zo'n buurt voor de arbeiderswoningen, beheerd door woningcorporaties, vaak etagewoningen. Veelal zijn ze goed onderhouden, smalle straatjes, druk met auto's, dus natuurlijk weinig parkeerplaatsen, weinig ruimte, kleine, smalle stoepen. Wat voor soort bewoners, dus bewonerskenmerken vind je hier veelal, nou natuurlijk kleine huishoudens, vaak ook veel allochtonen, of in ieder geval mensen met een laag inkomen en ook veel alleenstaanden. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we een woningnood. Er werden toen veel rijtjeshuizen, partiekflats gebouwd. Woningen die snel gebouwd konden worden in de jaren 60. Vaak met plantsoenen eromheen en veel parkeerplaatsen. Wat zijn woningkenmerken? Nou, in ieder geval corporatiewoningen, vaak galerijflats. Je kan zeggen, meestal wel redelijk onderhouden. Wat voor soort bewoners wonen daar dan meestal? Er zijn vaak wel ruimere flats, dus je vindt er vaak grotere huishoudens met kinderen. Ook veel allochtonen, sociale huurwoningen. Dus vaak mensen met een lage en ook middeninkomens. De woonomgeving. De straat, de plantsoenen, de stoep, de voortuinen. Hoe leefbaar is de omgeving? Als er weinig overlast is, weinig verloederingen, dus dat de huizen er goed uitzien, alles is goed onderhouden, de straten zien er goed uit, dan is er sprake van een goede sociale veiligheid. Iedereen heeft een goed gevoel in zo'n straat, in zo'n buurt. Maar als er veel vandalisme is, veel graffiti, veel zwerfvuil in de straten, veel hondenpoep, en bijvoorbeeld als ook veel harde muziek wordt afgespeeld, er veel hangjongeren zijn, veel intimidatie is op straat, dan spreken we van een slechte leefbaarheid. Objectieve veiligheid. Wat is dat? Dat is eigenlijk de veiligheid of onveiligheid die je dan meet door het aantal criminele feiten. En eigenlijk alles wat bekend is bij de politie, hoeveel inbraken zijn er, hoeveel berovingen zijn er, dat kan je allemaal meten. Dat noem je dus objectieve veiligheid. Objectief, het meten, de allerlei gegevens wat binnenkomt. Drugsoverlast, bijvoorbeeld vernielingen, auto-inbraken, woninginbraken, geweld, jongerenoverlast. Dat kan je meten. En het gevoel, subjectieve veiligheid. De rommel op straat wordt natuurlijk door iedereen anders ervaren. Drugsoverlast wordt ook door iedereen anders ervaren. De vernielingen die er zijn, hebben jullie er zelf wel of niet veel mee te maken. Auto-inbraken. Allerlei dingen wat meer van het gevoel uitgaat. Het verschilt per mens. De openbare ruimte, wat is dat? Dat is een ruimte die voor iedereen toegankelijk is.
Een openbare ruimte voelt vertrouwd of voelt eng aan. Ik kan het eigenlijk op 4 aspecten beoordelen. Toegankelijkheid. En soms kan je voor de veiligheid wel eens bepaalde ruimtes afsluiten. En hoe is het onderhouden? Wordt het afval snel opgeruimd? Wordt schade snel hersteld? Is het overzichtelijk? Zijn er geen enge bosjes aanwezigheid? Of parkeerterreinen wat niet fijn aanvoelt? Hoe is het een en ander ingericht? Wat voor een sfeer voor de overzichtelijkheid kan zorgen? En ook is er toezicht door middel van camera's of blauw wat daar op straat rondloopt. Bijvoorbeeld flats geven bijvoorbeeld vaak een onveilig gevoel dan bijvoorbeeld benedenwoningen waar je elkaar dan wat beter in de gaten kan houden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit tunneltje, het voelt niet echt veilig aan. Je kan het niet afsluiten, het is slecht onderhouden, veel graffiti, het is onoverzichtelijk. Je kan niet goed zien wat er aan het eind gebeurt. Er is ook geen toezicht zo te zien met camera's. Ik kan zeggen dat hele drukke straten of uitgestorven buurten vaak anoniemer zijn, voelen vaak dan ook minder veilig aan. Hoe kan je een veiliger gevoel bevorderen? Bijvoorbeeld door sociale cohesie, dat er een soort samenhang is. Dat die burgers in buurten actief zijn. Dat er veel buurtvoorzieningen zijn. Dat er spelende kinderen zijn. Dus dat er veel toezicht is op elkaar. En dat zorgt voor leefbaarheid. En als er dus sociale cohesie is, dus actieve buurtvoorzieningen, daardoor leefbaarheid, zorgt ervoor een subjectieve socialere veiligheid. Mensen krijgen een beter gevoel voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid. En dus als er bijvoorbeeld een wijk en buurtvoorzieningen zijn, krijg je een grotere sociale veiligheid. Mensen ontmoeten elkaar. En je kan ook denken aan speeltuintjes, winkeltjes, voetbalveldjes. De stad wordt verbouwd. En verbeteringen voor wat betreft leefbaarheid in steden zijn de afgelopen decennia door middel van grote investeringen in de fysieke omgeving, dus het uiterlijk, veranderd. Wat is er allemaal gebeurd? Vanaf 1980 heeft er een stadsvernieuwing plaatsgevonden. Veel oude arbeiderswijken zijn gesloopt of gerenoveerd, dus opgeknapt. Er kwamen ook veel nieuwe sociale nieuwbouw voor terug. Wat natuurlijk wel een gevolg heeft voor de bewoners. Stadsvernieuwing, sloop, nieuwbouw, renovatie van oude huurwoningen en oude arbeidswijken, veel sociale nieuwbouw. En met de bevolkingssamenstelling bleef hetzelfde. Dezelfde mensen bleven uiteindelijk in deze buurt wonen. Dus alle problemen die er aanwezig zijn door de armoede, dat bleef dus aanwezig. Je kan nu wel een mooi huis hebben, dat is natuurlijk fijn. Een mooi opgeknapt huis, een nieuw huis. Hè. Maar er wonen nog steeds dezelfde mensen uit de lagere inkomensgroepen. Zoals ouderen, allochtonen, studenten. En de problemen bleven nog steeds in de wijk aanwezig. Na 1990 bedacht men dan een nieuw plannetje. Dat was herstructurering. Er werd voor gezorgd dat er dus duurdere nieuwbouw, dus meer koopwoningen in de wijken kwamen. Het doel was om hoger opgeleide mensen met meer geld, zeg maar, naar deze wijken te lokken. Om naar de stad te lokken. Je moest je bedenken, dat was eigenlijk nog voor de periode dat de creatieve stad ontstond. Dat er heel veel nieuwe beroepen ontstonden, dat er meer gewerkt werd vanuit met je brains en met computers. Voor die periode was het proces van herstructurering, heeft er toen al plaatsgevonden. Dus toen werd er al aan gedacht, om de problemen in veel arme wijken op te lossen, moeten we zorgen dat er meer koopwoningen, duurdere woningen in wijken komen. Zodat er meer hoogopgeleide mensen met geld in deze buurt komen. Dat je meer een mix krijgt van laag en hoogopgeleide in een wijk, in een buurt. De overheid probeerde daardoor de leefbaarheid in achterstandswijken te verbeteren. Achterstandswijken, wat vaak bestond uit goedkope huurwoningen, slechte bouwmaterialen, slechte kwaliteit, vaak ook veel
crimineel gedrag, berovingen, vernielingen, drugsgebruik, alcoholgebruik, graffiti, ook allerlei afname van voorzieningen, ook allerlei sociale etnische spanningen wat in buurten ontstonden tussen bevolkingsgroepen. En al met al, men wilde deze problemen allemaal aanpakken, te zorgen dat er door middel van herstructurering meer koopwoningen, dus daardoor meer koopkrachtige mensen in wijken, bepaalde wijken terugkeerden. De praktijk is ook weer barstiger, want je kan wel huurwoningen en koopwoningen in wijken met elkaar mengen, maar de praktijk is toch dat mensen toch gescheiden van elkaar leefden. Mensen die een baan hadden, die naar hun werk gingen, alleen s'avonds dan thuis waren. Ja, er ontstonden eigenlijk toch geen goede sociale contacten, zeg maar, met de arme mensen uit de buurt. Dus economisch gezien is het goed voor een buurt. Een buurt knapte van op. En bij sociaal gezien bleef er nog steeds segregatie aanwezig tussen de mensen. Een ander proces wat zich afspeelde is het proces van centrification, gentrificatie. Wat is dit? In veel oude stations, haven en industriegebied zijn er veel, zeg maar, architectonische, interessante gebouwen, wijken aanwezig, wat vaak ook gunstig ligt, bijvoorbeeld in de buurt van het centrum, in de buurt van het station. Nou, zulke soort wijken werden ook heel erg aantrekkelijk voor mensen met hogere inkomen. Veel van deze huizen werden opgekocht en vaak per verdieping opgeknapt. Veel studenten en creatieve mensen namen hun intrek in zulke soort wijken. Mensen met hogere inkomens natuurlijk. Daardoor kwamen er ook allerlei voorzieningen. Wat bij zulke soort mensen thuis horen, kwamen erbij. Gevolg was wel dat huizenprijzen natuurlijk in deze wijk omhoog gingen. En de arme oorspronkelijke bevolking was er eigenlijk altijd in deze wijken vroeger. Dat er in deze wijken woonde, die voelde zich minder thuis in een wijk. En moest ook vaak noodgedwongen vertrekken. De centrification. Wijken in de buurt, vaak van het centrum of van een station, dus gunstig gelegen, werden als het ware langzamerhand overgenomen door hoogopgeleide mensen met goede banen die deze huizen opkochten, opknapten. Ook vaak omdat het architectonische interessante wijken zijn om in te wonen. Dit was hoofdstuk 4, leefomgeving, stedelijke gebieden. Als je denkt van, ik heb er wat aan gehad, dankjewel, like mijn video, dank namens mij en ook Oscar.